Ja, vrienden, iedereen vraagt natuurlijk aan mij. Hoogtepunt van 2018 qua voetbal. Ja. En dan, ja, dan is het gewoon niet één moment bij mij. Nee, het is eigenlijk gewoon een gebeurtenis. En daar zitten twee mensen in. Die zitten daarin, in dat hele verhaaltje. En eigenlijk, daar zit in bijvoorbeeld de bondscoach, Ronald Koeman. Die zit in dat hoogtepunt van 2018. Want ja, die heeft in het verleden heeft hij al bewezen dat hij heel goed is met hele lastige spelers. Ja, wat denk je van een halve garen eerste klas als die Guidetti? Ja, die kreeg hij gewoon aan het voetballen. Dat deed Ronald. En toen had je ook nog eens een keer die mafketel van een Pelle. Ook totaal kierenwiet. En hup, die kreeg hij ook aan het voetballen. En wie kreeg hij toen voor zijn kiezen? Toen kreeg hij de maloot Depay of Memphis, hoe we hem ook willen noemen. En daar zat hij opeens mee. En hij wist ook niet of hij die Depay of die Memphis aan het voetballen ging krijgen. Maar, ja, als... Want hey, weten we dit nog? Kennen we dit nog? Hier. Zo kwam hij altijd op trainingskamp. Die Depay, ja. Kijk mij eens eventjes opvallen. Kijk mij eens even raar doen. Rare hoedjes, gekke auto's, sigaren roken. Daar had hij mee te maken, die Ronald Koeman. Dus die zegt tegen hem, luister eens even goed. Jij kan wel komen in mijn trainingskamp. Maar dan wel zonder deze flauwekul. En hup, weg was het hoedje. Ja, en toen ging hij op hem inpraten. En toen zei hij natuurlijk tegen die Depay gezegd, luister eens even goed. Jij bent mijn man in het Nederlands elftal en jij gaat het doen. En hoe Ronald dat dan allemaal doet, dat weet ik niet. Maar hij heeft Depay weer op het rechte spoor gekregen, want die was volkomen zoek. Wij dachten toch ook met z'n allen, die Memphis of Depay, die zijn we volkomen kwijt. Bij Manchester, dat sloeg er allemaal nergens op. En toen ging hij naar Frankrijk en toen dachten we, nou, die zien we nooit meer terug. En hup! Kijk wat er gebeurt. Hij werd de man van het Nederlands elftal. Nou, en dat is dan mijn moment van 2018. De terugkeer en alles van Memphis en Depay. En dat heeft hij ook zelf gedaan. Niet alleen Koeman, maar hij ook zelf. Dus gefeliciteerd Memphis of Depay. Top gedaan. En dat is dus 2018 voor mij. Gelukkig nieuwjaar.